Op 8 september 2016 vond in Nijmegen een congres plaats ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Van der Heijden Instituut. Het oudste onderzoekscentrum op het gebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in Nederland. Veel voormalige medewerkers en vrienden van het instituut kwamen naar Nijmegen om dit heugelijke feit samen met de huidige staf te vieren. De eregast was chef Maier. Samen met Willem van der Grinten was hij in 1966 de oprichter van het instituut. Het congres stond in het teken van de vraag of na de succesvolle modernisering van het BV-recht in 2012 ook het Nederlandse NV-recht aan herziening toe is. Voordrachten waren er van de Nijmeegse jonge garde, Klaartje Bulte, Steven Heijink en Bas de Jong. En verder Marta Meinema van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Corjo Jansen, voorzitter van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht, en Vino Timmerman, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, brachten een hommage aan de corrivee van het Van der Heijden Instituut. De naamgever Egidius van der Heijden, de algenoemde Van der Grinten en Maier en Harry Honné. Ten slotte zorgden de Leuvense collega's Koen Geens, nu ook minister van Justitie van België, en Marieke Wiekaert voor een fantastische finale van de feestelijke middag met hun humoristische lezingen over de herziening van het Belgische vennootschapsrecht. Ik krijg de onvergetelijke Wim van der Grinten naast me. Traditiegetrouw verschijnt binnenkort een boekdeel in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut met daarin de lezingen van de congresdag. En ik wens natuurlijk ook het Van der Heijden Instituut heel veel succes toe. Aansluitend aan de bijeenkomst was er een borrel met diner op het zonovergoten terras van het Grootjesgebouw.